Kijk, zie je mensen, ik ben hier in de Pauluskerk in Tilburg. Het is de oude hervormde kerk van de Protestantse gemeente Tilburg. Die verkocht is in de tijd aan de GKIN. Dat is de Indonesische Protestantse Kerk. In Nederland, die hebben 5 regio's. 1 centrale kerkenraad. En 1 van de regio's is Tilburg. En er komt zelfs een 6e regio bij. En daar zijn ze op dit moment mee bezig, in Antwerpen. Die hebben daar gewoon een clubje mensen ontmoet die toch heel graag Indonesische diensten wilden hebben. En er zit een vaste kern van 30 man. En dat wordt wellicht een nieuwe regio. Nou, geweldig dat zo in de eigen taal dat groeit. Dat daar kinderen bij zitten. Dat hier Indonesische studenten ook veel komen. Dus het moet ook echt tweetalig zijn. We zijn bezig geweest met liederen die in het Indonesisch vertaald zijn. Of uit het Indonesisch komen die wij ook kennen met dezelfde melodie. En daarvoor zijn we met een dienst bezig op 5 november. Want we hebben 2 gezamenlijke diensten in Tilburg met de GKIN. Eentje hier in de Pauluskerk. Oud vertrouwd voor heel veel mensen. En eentje in de Opstanderskerk. En als er een Opstanderskerk is, dan gaat hun predikant die preekt. En ik ga dan in dit geval mee voor in de liturgie. Nou, kijk eens hierachter, zie je nog een orgel. En daar heb ik een heel klein dingetje mee. Ik ben hier nog nooit geweest, maar ik weet altijd dat Albert Christ, de vorige dirigent van ons koor, dat die hier heel vaak speelde. Dus dat was toch al een beetje een mooi verhaal. Nou, wij gaan er een mooie dienst van maken. En ik vind het leuk om in ieder geval kennis gemaakt te hebben met een enthousiaste club mensen die er gewoon voor gaan. Die zeggen, wij willen in onze eigen taal het geloof beleven. Geweldig toch? Nou, dat is een mooie afsluiting van een lange dag. Fijne avond. Hoi.